Dus ik heb dobbelstenen mee. Nee, maar niet dobbelen zo, of doen we gewoon tup? Dit wel aan de mij uit. Nee, ik bedoel, gaan we dobbelen doen of drukken gewoon tup? Doen we dobbelen, vind ik wel leuk. We gaan hier eten, Bart. Dan hoef je geen brood te eten nu. Even in eten. Bij deze, hier. Oh, je hebt gewoon even een kuipje. Ja, dat is wel netjes. Ik heb het gewoon hier opgespannen. Ja, ik hoop dat die Syriërs, die gaan nu omzetten. Dat zijn duizend dagen. Je wordt gefilmd, hè? Paul, dus nee, inderdaad, dat moet je nu niet delen. Dat mag zo meteen buiten de camera om. Ja, vertel me dan alles over die Duitse vrouw waarbij je... Ja, maar dan zet ik nu eventjes de camera uit. Proost! Ons eerste biertje. Dat er nog vele mogen volgen. We zijn in Verdun, de plek waar zo'n 100 jaar geleden een van de bloedigste veldslagen in de geschiedenis werd uitgevochten. Bonsoir. One of our group is sick. He is not here. There are three people in one room and two together. Yeah, or is it also possible to take to change the reservation into a... I can't, because I don't have no more rooms. Everything's cool. Yes, okay, no problem. Monsieur. Hey. Op een goed weekend. Op ja, het is wel gezellig. In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. En in 1916 startten de Duitsers hier een offensief om de strategische plaats Verdun in te nemen. De Fransen startten een tegenoffensief. En na 9 maanden strijd waren er 1 miljoen slachtoffers te betreuren. Nou, ideaal, ja, ideaal. Ja, de andere ding niet. Ja, maar weet je, dan kan ik hem zo... Kijk, geef mij dat mes, maar. Ja, ik hier zo hard hangen. Hij is scherp. Oh, ik heb ook een beetje jam op mijn hand. Gaan we eens even pleisters kopen. We hadden bijna een schaar nodig. Die moesten kopen om het ding over te maken. Bedenk je eens in. Overal waar je hier loopt kan een soldaat zijn gesneuveld. Kan een mens gewond zijn geraakt. Na de herovering van het fort aangelegd. Met beton. Vrijwel overal zijn granaten ontploft. Miljoenen bommen zijn hier afgeschoten en hebben de regio veranderd in een maanlandschap. En dat zie je nu nog. Lang niet al die granaten zijn ontploft. Er ligt hier nog veel onontplofte munitie. Buiten de paden gaan is op eigen risico. We zijn aangekomen bij Fort Douaumont, het belangrijkste van een serie forten hier in de omgeving. Dit is natuurlijk zo'n selfie moment, jongens. Inderdaad, waar ben ik?
Moet je kijken naar de fotografen daar. Na de Frans-Duitse oorlog van 1870 tot 1871 werden deze gigantische bunkers hier gebouwd. Het is oorspronkelijk opgetrokken uit baksteen, maar later verstevigd met een metersdikke betonlaag. Dit bakbeest moest de grens verdedigen, maar het liep anders. Zeven soldaten werden vermorzeld en er is niks meer van teruggevonden. En zij rusten nog steeds achter deze dikke muur. En nummer 2 staan. We staan nu links. Dan. Toen de oorlog uitbrak, zagen de Fransen dat vergelijkbare forten in België na slechts een kort bombardement in puin waren gelegd. De Franse generale Staff gaf daarna de opdracht de forten te verlaten. De soldaten werden gepositioneerd in loopgraven in de omgeving. En het was een grote verrassing voor de Duitsers toen ze het fort innamen. Hier was vrijwel niemand aanwezig. Hier is 900 doden in één, met één granaatinslag. Maar wat massief is het, hè? Dit is een echte alien tunnel, Sam. Het alien liedje. Nee, hier boven. Je ziet een beetje. Ja, dit is de slotgracht. Ja, je ziet een beetje die vijf. Dit is wel een trappetje af moeten voorzichtig zijn. Maar het zit een stukje een beetje lastig bij de trap af te komen. Na de verovering bemanden de Duitsers het fort wel. Bijna 3000 soldaten zaten hier maandenlang. Het was hier afschuwelijk. Het geluid van elke granaatinslag galmde door in de gangen. Je werd er gek van. In eerste instantie waren er ook geen toiletten in het fort aanwezig. Die werden pas later gebouwd. Het was er koud en vochtig. De schimmel zat in de kleren en ging niet weg. Maar boven alles, je was hier niet veilig. De Franse granten verwoesten zelfs de dikste betonnen muren. Hier zien we voor die tijd high-tech installatie. De geschutskoepel kon tijdens het herladen naar beneden worden getakeld. 155 mm, dat is ook echt niks. Was het kanon schiet klaar, dan ging het weer naar boven. Moet ik even een lichtje maken? Wacht even hoor.
doe ik even mijn zaklamp aan. Oh ja, een luikje. Kijk, zit je geschutkoppel? Ja. Ja. Je kent hem boven. Wil jij filmen boven? Nee hoor. Leuk dat we elkaar staan. Dit is dan wel een slagveld. Het is ook een toeristische trekpleister. En dus zijn er genoeg tentjes waar je even koffie kunt drinken. Proost. Het ossuarium van Verdun is het eerste grote gedenkteken op het slagveld. Het gebouw ziet eruit als een zwaard dat tot het handvat in de grond is gestoken. De symboliek ervan is passend voor de locatie. In het ossuarium bevinden zich verschillende gedenkplaten. Onder het gebouw liggen de beenderen van maar liefst 130.000 ongeïdentificeerde soldaten. Niet alleen Franse soldaten, maar ook Duitse. Voor het ossuarium bevindt zich een militaire begraafplaats, waar zo'n 15.000 soldaten liggen begraven. Als je de zerken bekijkt, kom je erachter hoe jong veel van deze slachtoffers waren. Kazemat, wat is een kazemat? Ja, dat is gewoon een zo'n... Is dit geweest dan, joh? Een geschutkoepel? Ja, dat ik hier ook wel of hier iets op zat wat kon draaien. Ja, dat denk je. Ja, volgens mij. Wat kan er toen op te gaan? In ieder gebied, dat is niet helemaal onderzocht. Ja, maar er zit even goed op die paden zit ook staal. Dus wat dat betreft. Ja. Dit is wel onpassend. Proost en fikken de hele tijd. Dit is een duidelijk voorbeeld van kraterlandschap, gecreëerd door onophoudelijk artillerievuur. Op sommige momenten werden er zoveel granaten afgeschoten dat de explosies één ononderbroken geluid voortbrachten. We zijn in Fleury, de Van Boimont. Dit hele dorpje is weggevaagd. Het enige wat rest zijn de vele bomkraters. Er staan nu bordjes waar je kunt zien wat voor gebouwen er vroeger stonden. Onder andere een boerderij en een bakkerij. Ja, iets kleiner. Ja, dat kun je toch meer, hè, Paul? Dat dacht ik. Ja, hij is slap. Fort Joville is één van de andere forten rondom Verdun. Het ligt verscholen in de bossen en wie goed zoekt, vindt hier en daar geschutskoepels en misschien wel een geheime gang. Ik snap wel wat gevaarlijk is, want hier zie je dus onder het ja, dus dat mechanisme van omhoog naar beneden. Dus er is geen vloer namelijk hier. Dan ga ik wel even wel af. Toen ik er ook op ging staan, dacht ik, dat leek wel enigszins mee te geven.
Het is hier heel vies hoor. Glimmerig en oud en vies en verrot. Kapot. Hoe langer we dit gebied verkennen, des te meer komen wij erachter hoe groot dit fort was. Niet alleen boven de grond, maar ook onder de grond. Eindeloze tunnels en grote opslagplaatsen die in verbinding staan met talloze geschutskoepels. Dit is de autoweg. Hier zijn we, hebben we de auto geparkeerd, denk ik. Nee, dit is hier. Oh. We zijn zo gezogen. Maar als je nu dus zo een rondje loopt... We zijn hier naar boven gelopen. We hebben hier de auto geparkeerd. Ja. Hier heb je die leeuw. Dus we zijn net zo gereden. We staan nu hier. Dus we zijn zo naar boven gereden. We hebben die gaat, die. En die, dat is die koepel, hè, die omhoog gaat. Ja. En toen is het voort. We zijn allemaal zo naar beneden gegaan. Dus we zijn eigenlijk tot hier gekomen. Zijn we tot hier gekomen en nu staan we hier. Ja. Dus als we zo een rondje lopen, dan kan je hier zo tegenkomen. Kwam je hier vandaan? Maar niet op kerkel. Ja, dat ging natuurlijk veel sneller als je de granaten moest. Inderdaad, dat is gewoon een spoor. Ik zei al van pas op voor die trap die hier ligt. Ja. Ik zei daarna, het is een spoor. Hij was al bij onder de hoek. Die waren beneden verloren. Ja. Hallo, ik sta er nog, hè. Zie je nog een gat? Hier is een gat. Dus pas maar op. Okay. Fort Vaux is vergelijkbaar met Fort Douaumont, een groot massief fort met ondergrondse complexen en tunnels. In tegenstelling tot Douaumont duurde het heel lang voordat de Duitsers dit fort wisten te veroveren. Na zware gevechten geven de Franse verdedigers zich hier in juni 1916 over. Dit is nog veel te niet roestig. We zoeken verder naar verborgen bunkers en misschien wel geheime tunnels. Ik denk dat je aan de andere kant kijkt of daar ook een gat zit. Om deze weg komt ook weer op een weg uit? Ja, fijn omkeren. Dat zijn we aan het doen, jongen. Jongensstreken. Ja. Eigenlijk zijn het ook wel jongensstreken, hoor. Ik rij nu die kant op, dus moet die andere kant. Kan je nog 3 uur geleden herinneren dat we zeiden, niet van de paden, straks ligt er een bof. Ja, ik weet ook niet dat ik... Geen lichtje. Ah. Over 2 minuten. Jammer. Ja. Wout, gaat even serieus. Ja. Op die plattegrond die jij had op het tablet, stond die ondergrondse tunnel aan de andere kant van de weg. Ja. En die kant of van die kant? Ja. Dus als we willen zoeken, hè, moeten we even je tablet pakken. Ja, dan ja. Ook moet je moeten. Recht doorlopen aan de andere kant van de weg en lopen we gewoon weer door. Voor de karmeliet, is dat lekker? Geen idee, wat heb jij? Ja, lekker. Ja,
een liter biertje. Ja, dat is goed hoor. Maar hoe groot? Doe maar. Die zijn wel helemaal maat. Ja. Jij een colaatje zo meteen? Ja, coca. Een coca? Een coca. Ah, nou hé. Hey. Zo, even weer de snel de kroeg in. Hey. Hey. Paul, hoor. Proost. Hey, de kroeg in. De kroeg in. Paul, luister op film. De kroeg in. Neemt hij wel op eigenlijk? Staat hij op rek? Geen idee. Ja, geen idee. Maar vertel nou nog eens, wat heb je nou precies gedaan? Nou, dan ben ik bij de kermis geweest. En dat was een verhoogde stoep. Ik dacht dat het gewoon een lage stoep was. En ik sneed even de kruising over. En ik loop dubbel. In ieder geval goed over. En ik kruip op en je hebt die enkel dubbelsfeer. Ik weet. Ik merk ook Erik Jan die denkt, oh nee, EHBO en Erik Jan, die zegt eigenlijk EHBO, hier voel je alweer een stuk beter. De dokter heeft gesproken en je voelt je dan weer beter. Ja, nee, maar je denkt wel van, er moet een bandje tussen, dus je denkt, hoe moet je naar huis gaan? Eerder denk ik van, ik zou het prettiger vinden, laat ze zeggen, als je nu naar eerste hulp hebt, ben je een uur kwijt. Je kan beter me gewoon bij huis afzetten. Dat is minder omrijden. En daar heb ik veel meer aan. Ja. Dat denk ik dus wel. Dat is het verzoek. Oké. Okay. We zullen je verzoek in overweging nemen. Dit was de Franse aanvoersweg. Per uur reden hier 250 vrachtwagens langs met soldaten of materiaal. Butte de Fauquois ligt enkele kilometers van Verdun vandaan. Tijdens de gehele oorlog is hier intensief gevochten om deze hoog strategisch gelegen berg. Niet zo kunnen tillen. Ja. Nou, sterkte, Paul. Tot straks. Ik denk dat we wel even moeten wachten tot die man weg is. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Iedereen. Oh, het is hier al dicht, hoor. Zo, maar niet. Maar het schappelijk dit is, je verwacht zo'n slagveld alleen maar modder. Nou ja, logisch, dit is gewoon steen. Ja. Wie de bergtop bezet, heeft uitzicht op de hele regio. Die bergtop werd uiteindelijk niemandsland. Aan weerszijden lagen de loopgraven van de Fransen en de Duitsers. Het bleek onmogelijk om de tegenstander op de gebruikelijke manier te verjagen en dus zocht men de oplossing onder de grond. Talloze tunnels werden er gegraven tot onder de vijandelijke linies. In 4 jaar tijd zijn hier zeer zware ontploffingen geweest en daardoor is de hele top van de berg weggevaagd. Dat lijkt toch wel leuk, hè? Het slotje zit toch niet aan? Dit is weer een verspellingsnummer. Dat is ook flauw. De heenweg dus 500 kilometer was. En dat deden we in 5 uur. Ja. Nu is het 322 kilometer naar Den Haag. En dan zijn we er ook 4:15. Dus dat is ook bijna 5 uur. Ook bijna ja. Besef je wel wat je gedaan hebt? Ja. Ja, dat beseft hij maar al te goed. We rijden weer naar huis. Weg van deze plek des doods. Het heeft zeker indruk gemaakt dat zoveel mensen hier zijn gesneuveld. En dat alles is nog steeds zo zichtbaar, zo tastbaar in het landschap rondom Verdun.